lieve YouTube-kijkers. Voor de mensen die mij langer volgen, zien dat ik nou mijn Juliana tenue al aan heb en nu pas mijn vlog maak. Tja, mag eens kijken. Vanmorgen bij mijn zwager gekeken. Ja, dat was helaas niet goed. Maar daarentegen kost het natuurlijk te veel tijd om daarna nog te gaan hardlopen in verband met de uitwedstrijd richting Baronie. Dus we vertrekken rond 11:30, 11:15 aanwezig, ontbijtje, bespreking. En dan rest er te weinig tijd als je pas om 8:30 met de race klaar bent om te kijken. Natuurlijk had ik ook kunnen zeggen, want het was rond 8:00 dat Max uitviel. Van nou, laat maar, dan ga ik kijken, dan kan ik in ieder geval nog gaan hardlopen. Ja, zo zit het dan ook niet in elkaar, dat ik toch wel kijk wat dan uiteindelijk het einde doet. Want ja, you never know. Oké, voor Max nog geen punten, maar voor de rest voor de stand kunnen kijken. Ja, jammer. Jammer voor Max, maar goed. Daarentegen dus inderdaad geen rondjes gelopen. Dus ik kan ook niks zeggen qua tijd of qua hoe dat gelopen heb, hoe dat gegaan is, bla bla. Dan maar een keertje niet. Oké, dat zei je zo. We gaan morgen aan het gewoon sporten. Dat is nu het fijne wat ik eraan heb, dat ik nou de MO17 niet meer train. Dat mij dan wat tijd overblijft om dan nu zelf te gaan sporten. En op de fitness. Dus dat dus. En dan ga ik morgenavond ga ik morgenavond maar eventjes een dingetje doen. Dus moet toch ergens van komen. Ik wil nog niet zo heel erg goed lukken. Ik heb nog niet de goede vibe gevonden om het zo te doen zoals vorig jaar. Wat minder eten en zo en dat soort dingetjes. Gisteren een feestje gehad. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal over de schreef ben gegaan, maar ik heb wel een feestje gevierd. Niet te veel bier gedronken. Nou, vandaag zit je weer met voetballen. Weer een ander ritme. Ik denk ook wel dat dat een bijkomende oorzaak is vanwege je ritme. Omdat je nou met dat voetballen weg bent. Zeg dat ik een beetje, dan ben je weg, kom je terug. En dan zo vaak het eten wat er dan geserveerd wordt, is dan vaak toch snacks en een frietje. Daar kun je natuurlijk rekening houden met de hoeveelheid die je eet, absoluut. En of dat je wel of geen saus bij pakt, absoluut. Dus daar ben ik ook wel mee bezig, maar dat gaat dan nog niet zo heel erg makkelijk als dat het eruit ziet. Maar goed, het komt wel weer. Ik ben weer meer water aan het drinken overdag met werk. En probeer in ieder geval te handhaven dat ik nou door de week in ieder geval geen bier meer drink. Dus ook op de dinsdag en de donderdagavond bij Juliana. Tijdelijk eventjes gewoon geen biertjes. Zo simpel kan het zijn. Voor de rest, in de hoop dat wij een race kunnen blijven. Afgelopen woensdag een wedstrijd gehad, was niet heel denderend. Kan ik lang en breed over hebben, was niet goed genoeg. Verloren, helaas. Mooi, probeer vandaag weer een goede terug te pakken op de Baronie. Het zal wel lastig worden als een koploper. Maar ze zijn te verslaan. Vorige week is het een team gelukt om ze te verslaan, om te winnen.
gaan voor het positief uit. Dus gewoon punten mee naar huis nemen. En of dat er 1 zijn of 3 zijn, dat is dan eventjes om het even. Maar we hopen niet dat we de punten daar laten. Dat is in ieder geval 1 ding wat zeker is. Dat zou leuk zijn. Nee, zou juist niet leuk zijn. Zou wat zijn. Dat. Dus, nou, voor de rest kan ik dan niks zeggen voor de zondag. Met mijn hardlopen, of dat het goed ging, dat het niet goed ging. Of dat het lekker was buiten. Ja, het is lekker buiten. Het regent in ieder geval niet. Het is droog. Schamele zonnetje. Een beetje behoorlijk. Dus ja, maar dan nog is altijd een beetje de vraag van hoe is het dan met lopen? Is het dan wel alweer te warm of weet ik het wat? Maar goed, daar kom je dan niet achter. Nogmaals. Morgen gaan we lekker naar de fitness. Dan gaan we morgen weer even wat calorietjes verbranden. En dan volgens mij kan ik woensdag ook. Voor woensdag heb ik verder niks gepland. Dus ja, dan kan ik dat op die manier proberen te compenseren wat ik vandaag mis. Dus zo is het. Nou, dit. Dit is natuurlijk nou een hele andere vlog. Ik rijd nu naar huis, ik rijd nu dus naar Juliana. Dan kan ik mee wel vol praten tot aan Juliana. Dat is iets anders. Oh ja, als het zover ik mee kan herinneren, dat is goed geteld hè. Is dit vandaag mijn 51ste vlog. Nou, de volgende week of de week erop zou het dan exact een jaar zijn dat ik deze zondagmorgen vlogjes maak. Dus de zondagmorgen praat. De feestje. Nou, feestje in ieder geval. Ja, dat. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel, tevreden over dat ik een jaar doe, iedere zondag. Vind ik wel leuk. Ik had ook begrepen van mijn jongste dochter dat zij ook de camera weer een klein beetje meer te hand wil nemen om dat wat te gaan vloggen. Dus ja, dat heeft weer te maken met het mooie weer, met allerlei zaken. Een vriendinnetje die ook zegt van god, ja, vind het eigenlijk toch wel leuk. We hebben het nog een tijdje niet meer gedaan. Natuurlijk door de donkere dagen zeg je dan. Dat je daar minder inspiratie hebt om dat te gaan doen, om te gaan vloggen. En dan ga je natuurlijk weer meer naar buiten toe. Dus kunnen we meer dingetjes gaan doen. En dus ja, even kijken hoe dat het gaat worden. Dat het gaat lopen of dat ze inderdaad dat gaan doen. Dus even afwachten wat ze daarmee willen gaan bereiken. Dus, maar ze vinden het uiteindelijk toch wel leuk, want ze zijn wel regelmatig bezig. Ze hebben alleen niet meegevraagd van god, pap, wil jij dat dan op YouTube gaan zetten of wil je dat een beetje bewerken of weet ik het wat. Ja, zoals ik al zei, deze vlogs die gaan meestal onbewerkt online op YouTube. Soms dan wil ik nou wel eens wat bewerken als er iets bij zit wat ik vind dat ik dat moet gaan bewerken. Maar meestal alle vlogs zijn onbewerkt omdat het maar heel korte stukjes zijn, 5 tot 10 minuten ongeveer. Natuurlijk allerlei dingen in verwerken, bewerken, dat het langer wordt of foutjes die erin zitten eruit halen, dan wordt hij weer korter. Natuurlijk kan dat allemaal, maar ik vind juist met deze vlogs, onbewerkte, probeer ik het juist zo natuurlijk mogelijk te houden. Oké, zit er een foutje in, zit er een foutje in, lulleke langs. Jammer dan. En dan met de geluid ook van de auto zou misschien niet helemaal geweldig zijn. Maar ook dat vind ik dat het dan bij hoort. Dat hoort bij de opname. Kun je het geluid een beetje uitfilteren, het omgevingsgeluid uitfilteren. Kost wel veel tijd, want daar moet je dus wel goed luisteren en de juiste geluidsstukje pakken om
bij me, die maakt gewoon meer geluid. Dus het heeft veel meer geluid. Ik rij nu 100, het is meer dan 100. Dan heb je dit geluid. Ja. En? Maar goed. Daarmee gezegd hebben, dan zit ik nu over de 10 minuten heen. Dus ik ga bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik zou in ieder geval zeggen van, heb je het leuk gevonden, dit stukje? Blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week zondag terug. Bij mijn 52e, en zover ik heb begrepen, een jaar lang dat ik op de zondagmorgen aan het vloggen ben. Het was eergisteren trouwens. Ja, eergisteren was het een jaar geleden dat ik mijn YouTube pagina heb aangemaakt van de stofjes. Dan kun je natuurlijk terugkijken in de status. Dus ja, dat een jaar lang YouTube. Nice. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik volgende week terug. Ik zou zeggen, ciao.